U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een dag met gemengde gevoelens, want op sommige plekken viel wat regen of motregen. Op andere plekken was het droog en we hebben ook zeker nog wat opklaringen gezien, momenten met enige zonneschijn. De radar laat zien dat er echt wel wat neerslag gevallen is. Vanuit het zuidoosten trok een gebied met wat actievere regen het land in. En dat trok dan heel langzaam naar het noorden, maar in het zuidwesten is het grotendeels droog gebleven. En datzelfde kunnen we tot nu toe ook zeggen van het noordoosten, maar daar komt vanavond nog wel een klein beetje regen bij. In de avond trekt die hele band met neerslag langzaam naar het noorden weg. En dan begint het van het zuidwesten uit steeds meer op te klaren. En met die opklaring hebben we dan ook vannacht te maken. Het is op de meeste plaatsen droog en het koelt in het binnenland af, lokaal naar 4 graden. En vooral in het oosten en noordoosten is kans op nevel en mistvorming. En die zou best wel eens hinderlijk kunnen worden voor het verkeer. Morgenochtend in het noordoosten nog nevelig, verder van tijd tot tijd de zon in het hele land. En het blijft morgen droog met een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Temperaturen vrij hoog voor de tijd van het jaar. Het wordt 10 tot 13 graden. Dan gaan we kijken naar de dagen die volgen met vrijdag van het zuidwesten uit een toenemende kans op regen. Ook zaterdag een dag met veel bewolking en van tijd tot tijd neerslag. Zondag trekt de regen langzaam weg en komen er wat opklaringen bij. Maar dan kan er ook nog steeds een bui vallen en beide dagen, eigenlijk alle drie, vrijdag, zaterdag en zondag, een temperatuur rond 11 graden. Die temperatuur blijft de dagen daarna een beetje op dat niveau om misschien even iets te dalen op het moment dat na het weekeinde er wat meer ruimte komt voor opklaringen en het eventjes droog is. En dan zien we vooral de nachttemperaturen naar beneden gaan. We moeten een heel eind vooruit kijken naar eigenlijk na volgend weekend om een temperatuur echt wat te zien gaan dalen. En misschien dat we dan eens in de buurt van vorst komen. Maar we zien tegelijkertijd dat de verschillen heel groot zijn. De onzekerheid in deze periode is echt noemenswaardig. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.